weg, huil, bid, lach, werk en gewoon. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons. Ik ben hier te gast bij Daniel Willemsen. We gaan het hebben over wie die is en wat hij allemaal doet. Dus ik ben benieuwd of hij al klaar staat om te wachten. Even kijken. Groot geworden op drie wielen. Ruwe bolster, blanke pit. Vanuit Lochem veroverde hij de wereld, maar zag ook de keerzijde van topsport. De emoties van een robuuste, tienvoudige wereldkampioen motocross. Hey Daniel. Hoe is het? Goeiedag. Hi. Wat ben je doen? Ja, onhoud aan de motorfiets. Jongen, jongen. Wat gaaf zeg. Onhoud aan de motorfiets. Dit is een nieuwe of deze is een ontwikkeling? Dit is een nieuw. Hij ziet er nou al gehavend uit, maar we zijn ook al behoorlijk veel onderweg geweest. En ja. Hij verdient wat onderhoud. Oké, okay, nou fantastisch. Hey, we gaan een interview doen. Ga je mee? Prima, goed. Zo. Waar gaan we naartoe? Jij kent de weg hier en ik niet. Die kant op. Die kant op. Oké. Okay. Hey, ik heb nog wat meegenomen, dat wil ik nog even laten zien. Dat zijn een paar kaartjes. En op die kaartjes staan, ik vertelde net al even een paar woorden wat dat betreft. Van het programma dus. Nogmaals een prachtige nummer van Ramses Shaffi. Bidden. Bid jij ook? Nee. Nee. Zijn jullie christelijk opgevoed of zo? Of kerkelijk of iets dergelijks? Of? Ik zou niet weten waar, maar in ieder geval dat niet. Ja, nou, dan zullen we die aan de kant. Wil je voor iemand nog bidden of zo? Of zeggen van leg hem maar aan de kant? Nee, leg die maar weg. Daar kun je niks mee. Nee. Als ik er nou eentje moet pakken, ja? dan hoef ik er niet lang over na te denken. Nou. En dan ga ik voor deze. Voor vecht? Ja. En waarom ga je voor vechten? Nou, niet fysiek vechten natuurlijk, want ik heb echt een pesthekel aan geweld. Yeah. Maar vechten wel van ergens voor gaan, ergens voor vechten. Yeah. En ik denk dat wel onder de motto's valt die ik voor ogen heb, continu. Ergens voor gaan, ergens voor vechten, ergens voor werken. Dus het werken en vechten, dat ligt heel kort bij elkaar. Ik heb bijvoorbeeld 3 keer de Dakar gedaan. En de Dakar rally is die hele zware motorrally. Ja. En daarin heb ik eigenlijk mezelf gevonden van oké, je hebt een heel lang traject gehad om je eigen daarin voor te bereiden. Ja. En dan sta je met je motor in de woestijn en was er een schroefje afgebroken. Ik kon niet verder. Ik denk ja, nee, joh. Maar ik had geen gereedschap om dat ding te repareren. Ja. Dus, niet zomaar opgeven en wat is je doel? Mijn doel lag eigenlijk nog 5000 kilometer verder. Ja, ja, ja. Daar was de finish. Ja. En toen heb ik zulke zware dagen gehad. Ik zei van, nou, als hier dadelijk een bordje staat rechtsaf naar Lochem, dan sla ik hier rechtsaf en hier zien ze mij niet meer terug. En zo diep zat ik het door. En toch heb ik mezelf gevonden door toch weer op te krabbelen en te staan en die motor elke keer weer te repareren en om mijn doel te verwezenlijken. En daarin heb ik me eigenlijk gevonden. En heeft me ook sterker gemaakt in alle opzichten van oké, we geven niet zomaar op en we gaan dingen beetpakken, we gaan dingen oplossen en vechten en werken. Waar ik dan heel benieuwd naar ben, als je jezelf hebt gevonden terwijl je nog weet dat je 5000 kilometer verder moet en dat je denkt van ik in principe kan ik nu niet zoveel, ja. En dan vind je jezelf. Ja, dat je eerst daar zit en dat je haast zit te janken. Ja, en dan zit je helemaal alleen en dan denk je, ja, hier strandt mijn droom. Of hier strandt mijn missie, zeg maar. Ja. En dan zit je echt te janken in je eentje en er is geen mens die je helpt. Er is niet het onderdeel wat je nodig hebt en dat je met handen en voeten, ja, dan krijg je weer een idee. Dan denk je, ja, misschien dat ik nou een schroefje daaruit haal en daar en dan kan ik dat repareren. En dan ga je nadenken en dan denk je ook aan dingen over thuis en over dingen die je verkeerd hebt gedaan. En dan zit je daar zomaar een paar uur in die brandende zon, zeg maar. En dan gaan passeren zoveel dingen de revue. En dan denk je, ja, dan sta je op en denk je, oh, verdorie. Ik zeg, hier, ik geef niet op, ik ga het toch proberen. En nogmaals, dat zijn de drie, dat zijn die evenementen. Dus de Dakar Rally, dat heeft me sterker gemaakt. Dan ben jij getrouwd met Diana, dat weet ik. Ja. En zij is Duitser van oorsprong. Hoe is dat gekomen? Ja, natuurlijk eigenlijk al tientallen jaren ondertussen internationaal motorsporten. En wedstrijden tussen Portugal, Rusland, Engeland, Finland.
Zo ook Duitse wedstrijden. En ja, zo zijn we ooit uitgekomen op een Duitse kampioenswedstrijd. En okay. Ja, normaal gesproken ga ik eigenlijk nooit voor een wedstrijddag in de feesttent. En dat was daar zo gezellig, zei ik tegen mijn monteurs van, ik ga toch wel even mee. Ja, en zo doen we elkaar ontmoet. Zij wonen ook in de Achterhoek? Ja. Een Achterhoeker die een Duits meisje versiert? Ja, is niet moeilijk. Nee? Want? In dit geval was het, ja, klikt dat meteen. En zij is eigenlijk heel kort daarna naar Nederland gekomen. En dat wat ze had in Duitsland heeft ze eigenlijk opgegeven. En ja, ze is bij me komen wonen. En kinderen? Ja. Niet helemaal van mezelf. Diana had twee jongens. Acht en veertien, Niklas en Johnny. En ja, gek van motorsport. Die hebt ook goed naar de zin. Hier in Nederland, in Achterhoek, Lochem, de draad goed opgepakt. Zijn dat ook Achterhoekers? Ja, de jongste wel, want die pakt het dialect eigenlijk goed op. Ja. En ja, daar heeft Diana eigenlijk wat meer moeite mee als de jongen zelf, zeg maar. Okay. Dus nee, dat gaat hartstikke mooi. Geweldig. Want eigenlijk heet je helemaal geen Daniel, hè? Nee, nee. Ja, eigenlijk heet gewoon, wat was het? Johan Nico. Johan Nico, hè? Ja. Daniel staat eigenlijk ook helemaal niet in mijn paspoort. Ik weet trouwens zelfs niet eens zeker als wel in mijn geboortesakte staat. Dus het is een roepnaam die zo gekozen is door mijn ouders. En ja, er staat eigenlijk nergens beschreven. Oh, ik dacht dat het een fout van de drukker was. Ja, ja. Dat, volgens mij stond het, ja. Ik heb ergens gelezen, joh, dat een drukker gewoon Daniel op het kaartje staat. Dat je ouders dachten van, nou, dat is ook wel een mooie naam. Laten we die maar nemen. Zo, of is dat niet waar? Dat is deels is dat waar. Deels ja. Is dat waar? Ja, ja, ah, dat klopt. Toch wel. Dat klopt. En dat is wel eens, ja, dat is, in officiële papieren staat dus niet Daniel. Hè. Dus als ik heb 2 jaar geleden meegedaan met de Dakar Rally. En dan heet je gewoon Johan? Daar stond ik ingeschreven als Johan Willemsen. En er waren diverse mails die we binnenkregen via de website van, Daniel doet toch mee, maar we zien hem nergens. Ja, toen was het Johan, ja, inderdaad. Het gezin Willemsen? Ja. Hoe was dat? Hoe zag dat gezin eruit? Nou, ik ken Marcel als mijn broer, 2 jaar jonger. En ja, eigenlijk al heel vroeg draaide het in ons thuis bij ons om een sport. Mijn vader. Jullie waren met z'n vieren? Ja, nee, ja. Met mijn ouders erbij. Ja, nee, snap ik. Ja. Mijn vader die crosste vroeger al, nationaal. En zowel solo als in de zijspannen. Ja. En mijn broer en ik die deden vroeger begonnen met fietscross. Dus eigenlijk heeft het eigenlijk altijd bij ons thuis wel om competitie gedraaid. Dus competitie eerst met fietscross en later motorsport. We hebben een voetbal gedaan, een blauwe maandag atletiek. Ja, eigenlijk mijn moeder die heeft vooral gestimuleerd om vooral andere takken van sport te doen, wat niet motorsport was. Hè? Want de jongens kijken ook eens verder, want het kost geld en het was gevaarlijk en er zit al risico aan vast. Dat hebben we ook gedaan, maar we kwamen elke keer weer terug bij het brommengeluid, laat ik het maar zo zeggen. Maar was het zorgzaamheid van je moeder, angst? Ja, maar ik denk ook stimulans van kijk eens verder als het een neus lang is. Oh, op zo'n manier. Ja. Oké. Okay. En dus eigenlijk thuis draaide het altijd om competitie en om je eigen te verbeteren. Hè. Zo voel ik dat. Hm. Niet dat die drukte van thuis uit was hoor, maar gewoon zoals ik het zelf voel. En ja, we waren met z'n tweeën, mijn broer en ik, dus allebei actief in de fietscross, later motorsport. En we voetbalden er allebei nog bij. Op zaterdagmorgen was het voetballen en 's middags waren we op het circuit te vinden. Welke voetbalclub was dat? Ja, Sportclub Lochem, hè. Ja? Ja, daarom woon je natuurlijk nog steeds in Lochem, hè. Ja, 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 ja. Daar wil ik ook liever niet weg. Dat wil je? Nou, oké, dan komen we er zo wel eens. En ja, op een gegeven moment krijg je de leeftijd dat je over moet naar de middagcompetitie. Ja. En toen moesten we eigenlijk de motorsport opgeven om 's middags te kunnen voetballen. Ja. Ja. Nou, dat was niet de bedoeling. Dus eigenlijk was het eigenlijk zo dat we hier hebben gezegd van we stoppen dan met voetballen. Ja, dat kon niet, want mijn broer en ik waren toevallig allebei spits. Ja. En toen kwam de trainer bij ons thuis praten van dat kan toch niet? Hè? Toen de voetballerij opgegeven voor de motocross. En die keuze was eigenlijk gauw gemaakt en al snel stoten we door met wat internationale wedstrijden en internationaal successen. Maar thuis draaide het nog steeds om sport.
Hey, en, dus, maar je zit dan zo rond, wat is het, 2000, dus dan zit je zo, nou, toch zo'n 13 jaar geleden. En, nee, het is nog eerder denk ik, dat jouw broer, dat jullie het ongeluk in Italië hebben. Dat was bij de eerste keer dat jullie internationaal kampioen werden, toch? Ja, we werden in... Was dat in 99? Een wintervoorbereiding, 99-2000. Ja, in Italië? Ja. Ja. En toen is er een ongeluk gebeurd. En dat heeft bij jouw broer een incomplete dwarslesie opgeleverd. Ja. En wat doet dat met je? Wat gebeurt er dan? Ja, dat was eigenlijk wel een heel pittige periode. Ja. Wat is misschien wel even goed om te vertellen, is dat jouw broer was de sidekick, of hoe je het noemen wilt, ook wel de monkey wordt het wel eens gekscherend genoemd, maar die houdt een beetje de balans in de wagen. Dus het is een zijspancross en nou, jij crost en hij zorgt dat hij naar links en naar rechts zeg maar de balans erin houdt. Ja. Ik ben vroeger begonnen als rijder en ik was toen 2 jaar ouder en ik had toen iets meer het benul van het gas geven en sturen, hè, de verantwoording daarbij. Ja. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Okay. Dus mijn broer die was dus de bakkenist en ik was dus de rijder. De bakkenist, ja, zo wordt het ook genoemd. Hè? Ja. Ja. En toen zaten wij, waren 99 kampioen geworden. De eerste keer? Ja, ook een mooie fase, 97 brons, 98 zilver en 99 goud. Ja. En we waren in Italië op een voorbereiding waarbij een heel nare crash hebben gehad. We zijn erbij zo zwaar gevallen dat we lagen enkele meters bij elkaar vandaan. Ja. En ik kon niet van de plek afkomen, want ik had sleutelbenen stuk en alle lucht uit de longen, ribbenkast gekneus. En mijn broer die lag een paar meter verder en kon niet bij elkaar komen. Het was eigenlijk redelijk een verlaten circuit, want we waren met een paar teams met daar aan het trainen. Ja, en dus was in Italië en natuurlijk ook een ziekenhuis waarbij de dokter eigenlijk slecht of nauwelijks Engels spraken. Mm-hmm. En toen is hij overgebracht naar Droesink, daar heeft hij gerevalideerd. En, Enschede. In Enschede, ja. Daar zie je wonder boven wonder eigenlijk toch weer redelijk goed vandaan gekomen. Ja. Zij heeft nog steeds last van een incomplete dwarslesie, dus zijn benen functioneren niet helemaal zoals het zou moeten. Ja. Maar toen het net gebeurd was, toen had ik ook de helm aan de wilgen gehangen. Toen dacht ik, dit is het allemaal niet waard. En toen heeft juist mijn broer, die heeft mij overgehaald om toch weer verder te gaan. Jij wilde niet verder? Ik was gestopt. Vanwege je broer? Ja. Ik was gestopt en ik was eigenlijk helemaal klaar mee. En ik denk, dit is het allemaal niet waard. Ja, een stukje verdriet erbij, emoties en dit is het niet waard. En juist Marcel die heeft mij gestimuleerd om... Voelde je je schuldig voor je jongere broer? Ja. Ja, als stuurman heb je op dat moment de verantwoording over de combinatie. Hoe hard je gaat, wanneer je remt, wanneer je stuurt, gas geeft. En op het moment dat dat gebeurt, dan heb je in principe de verantwoording over de combinatie. Dat wil niet zeggen dat als de bakkenist een fout maakt, dat het alsnog de schuld is van de rijder. Hè. Zo werkt dat weer niet. Maar op dat moment hebben we een crash gehad. En ik weet nog niet precies wat er allemaal precies is gebeurd, maar we zijn in ieder geval voorover op de kop geland. En of dat nou een technisch mankement is geweest of een schakelfout of remmen, dat weet ik nog steeds niet. Maar die verantwoording die heb ik wel zodanig aangetrokken dat ik ermee gestopt was. Heftig. Ja, dat was een hele bijzondere periode. En Marcel die heeft me gestimuleerd om toch weer verder te gaan. En, maar heb je daar geen angst? Of, Ja, het begin wel. Ja. Daarom waren de eerste komende jaren daarna was een heel bewuste keuze dat ik altijd met een buitenlandse bakkenist reed. Waarom? Ja, dat was die band niet zo close. Het is niet zo. Je wilde niet nog een familielid als het ware iets aan? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet zeggen van het is maar een buitenlander, zo is het ook weer niet. Maar op het moment dat je iemand heel kort bij je hebt, daar was ik niet helemaal klaar mee. Dat was nog te fris allemaal. Ja. En daarna ben ik met een Belg begonnen die wat ouder was, Sven Verbrugge. En wat ouder, die iets meer lichamelijke overmacht, gewicht, capaciteit. Niet dat mijn broer geen goede bakkenist was hoor, integendeel, want daar heb ik altijd heel graag mee gereden. Maar hij kon het niet meer trouwens? Nee. Hij moest er ook mee stoppen? Met die job moest hij stoppen, ja. Hij is later wel begonnen als coureur.
Maar in ieder geval, daarna ben ik enkele jaren met een buitenlandse bakkenist gaan rijden. En om die verantwoording heel klein beetje... ik zag hem eigenlijk een bakkenist enkel op de wedstrijden. En door de week deden we hier onze eigen voorbereiding. En die band die was niet zo close met je eigen broer natuurlijk. Ja. En daar kon ik wat makkelijker mee omgaan. Wat gebeurt er in het huis in Wilmersen nou? Wat gebeurt er met vader en moeder? Kun je me iets van die tijd schetsen? Ja, dat... ik denk dat dat ook uiteindelijk wel het doel is van dit interview, een programma waar ik uiteindelijk ook ja tegen heb gezegd. En dat was bij ons thuis de meest moeilijke periode van privéloopbaan, hè, als ik het zo mag zeggen. Een periode waarbij helaas mijn ouders uit elkaar zijn gegaan. In dezelfde periode? Ja. En ik denk ook mede door het ongeval, hè. Ik denk mede emoties allemaal. Ja. En waarbij kort daarna Marcel een leuke vrouw heeft getroffen, getrouwd is. Die heeft zelf ook inmiddels kinderen. Dus iedereen is daarna meer zijn eigen weg gegaan. En mede daardoor denk ik een moeilijke periode zal staan. Ja. Maar hoor ik jou dan zeggen dat het gezin uit elkaar is gegroeid vanwege het ongeluk? Deels. Ja. Deels denk ik dat daarmee te maken heeft, ja. Ja, dit is, maar luister, de motorsport heeft altijd zoveel invloed gehad binnen het gezin, zeg maar. Zowel financieel als de tijd die erin werd gestoken. Want het draaide uiteindelijk altijd om de motorsport. Ja. En naarmate de prestaties omhoog gingen, kostte dat meer tijd en meer geld. En met name geld was het die periode niet. Nee. De sponsoren stonden destijds nog niet in de rij om te zeggen van, we willen graag meedoen. Mm-hmm. En dat kost enorm veel tijd. Hè. Destijds kwamen we net van school af. Mm-hmm. Dus niet het inkomen van het werk. Dus dat was lastig. En daarnaast heel veel tijd die mijn moeder die altijd er was. Het verzorgen van het interieur van de vrachtwagen. Mijn vader deed ontzettend veel tijd in sleutelwerk steken, management, chauffeuren. Ja, dus het kostte heel veel tijd en dat betekent wel dat heel veel invloed heeft in het gezin destijds. Van motorsport was destijds belangrijk, maar goed, nou blijkt wel dat er zijn nog andere dingen als motorsport. En dat is één ding waar ik nu zelf ook aan toe ben. Ja. Nou, de woorden wat hij mij toen vertelde is dat, kijk... ik word er niet beter van als jij stil blijft zitten. Oké. En dat is waar. Kijk, wat gebeurd is gebeurd. Maar de volgende fase was natuurlijk wel heel goed nadenken. En zeker, daar durf ik wel hard op te zeggen, mijn rijstijl verandert. Eerder moest het buigen of barsten. Het mos en het zal gebeuren. Ja, ook was ook in de rijstijl. Ja. En die rijstijl heb ik wel degelijk aangepast met minder risico. Ja. Je bent voorzichtiger geworden. Ja. Dus eigenlijk wel meer voor de kwaliteit gegaan. En kwaliteit in techniek, kwaliteit in rijstijl. En iets meer behoudend. En dat heeft uiteindelijk omgezet in resultaten. Maar dat betekent dat je hebt gewoon je normale werk, om het zo maar te zeggen. Als ik het zo mag zeggen. Dus je hebt daarnaast je werk Willemsen techniek en je sport. En een gezin. En een gezin, ja natuurlijk. Auto ga ik nou streven. Had ik die als eerste moeten noemen? Dat is een heel goede vraag die je stelt. Maar had je op eerste moeten noemen? Eigenlijk wel. Maar het gezin komt niet altijd op de eerste plek. En terecht mopperen ze daar thuis eens over. Ja. Die jongens vragen wel eens, vragen niet, ben je thuis? Nee, die vragen van, ga je naar de Veldhoek? Okay. Ja. Dus de Veldhoek is hier de werkplaats. Ja. Dus dan denk ik wel eens bij mezelf, goh jongen, ik had eigenlijk thuis moeten zijn. Ik push mezelf ook wel meer thuis te zijn en wat meer tijd te spenderen aan het gezin, maar... Ja, die jongens volgen dit op de Veluwe, hè? Dit heeft hij gezegd, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Maar ik weet dat ook wel zelf. Maar het is nou wel economisch gezien ook een fase in waarin je even moet overleven. Ja. En als je nou geen tijd spandeert in je werk, want ik weet ook niet hoe dit allemaal voort, daar weet niemand hoe lang dit voortduurt. Nee. Dus het is nou pompen om de arbeid door te krijgen. En laten we maar de handen dichtknijpen dat we nog druk hebben. Ja. Zullen we nog één kaart pakken? Dan ronden we het af.
Ik heb er eigenlijk al twee, hè? Je hebt er al twee naast elkaar gehad. Ja, dat is waar, hè? Deze heb je eigenlijk al gehad, hè? Vechten en werken. Mag ik er een pakken? Ja. Dan pak ik deze. Wie bewonder jij? Wat bewonder jij? Ja, die kwam eigenlijk zelf eigenlijk net pakken. Maar, dat komt er mooi uit. Ja. Ja. Nou, pak, leg eens uit. Nou, ik bewonder mijn vrouw en mijn broer. Jana eigenlijk en Marcel. Ja, bijzonder eigenlijk. Ja. Ik moet ook oppassen dat ik geen andere mensen tekort doe. Maar als je dan zegt, nou, na dit gesprek en zo. Ja. Ik bewonder natuurlijk mijn broer die natuurlijk een hele moeilijke periode heeft gehad. En ook zich daarin heeft of heeft gekrabbeld. Die heeft gezegd van, die met enorm veel wil zich toch omhoog heeft geworsteld. En mijn vrouw, Diana, die ontzettend veel toelaat en doet om mij te helpen en ondersteunen in de sport en met het werk. En die altijd me klaar staat. Ja, ik geef niet op. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En hoe zeg je dat in zijn Achterhoeks? Ja, blijven gaan. Hé, dankjewel. Goed zo. Oké, goed. Toch prachtig om een gesprek te voeren met Daniel Willemsen. Ik heb zelf niet zoveel verstand van de motocross, maar ik ben nog een stuk wijzer geworden. En ook mooi om te zien wie Daniel nu eigenlijk is in het programma Zink, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Graag tot de volgende keer. Zink, vecht, huil, bid, lach, werk.